Wilson Beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video zoveel mogelijk coins uit de crypto in 20-30 minuten. En voor als je nieuw bent, ik train en investeer al vanaf 2013 in de crypto. En ben sinds een jaar ongeveer begonnen met het gratis delen op YouTube. Dus vind je het leuk wat ik allemaal heb geleerd? Geef het zeker een dikke like en vergeet, vergeet dan ook niet te abonneren. En voor alle nieuwe abonnees weer hartstikke bedankt voor het abonneren. En iedereen natuurlijk bedankt voor het kijken. Laten we beginnen met Bitcoin. Bij Bitcoin heb je dus één keer weer die... Uh, 24.000 dollar aangeraakt, je kwam voor 24.500 dollar. 500, dus het liet ons even voor de gek houden dat we echt in één keer naar boven zouden gaan. Maar dat ging niet, dus we krijgen weer de retrace. Wat ik ook in elke video hier heb gezegd is verwacht die retrace. En nu op de daily ziet het er naar uit dat je misschien wel wat dieper kan gaan. Want het is een mooie doodje candle op de daily. Dus hier kunnen we echt wel even naar die trendlijn gaan. Of wellicht eronder. En dan heb ik nog steeds die 20.000 dollar, wat wellicht een mooie is. Waar ik het dus ook een aantal keer over heb, dat kan nog steeds het scenario zijn. Al moeten we niet vergeten, we hebben nu één keer getest, twee keer getest, drie keer getest. We zijn uit die down move gebroken, dus we willen heel graag naar boven. En daarnaast hebben we ook een teken van de dollar teruggekregen. De dollar, de do, de dollar die, die laat een beetje zwak te zien. Dit is de eerste delen candle die hem daarna eronder opent en sluit. En we zijn er nu nog steeds onder. Ik wil even met een lijntje erbij. En we zijn er nu nog steeds onder die blauwe moving average, waar je er hier dus de hele tijd boven bent geweest. En waardoor je de hele tijd die sterkte liet zien. En iedereen naar de dollar toeschoof. Maar dit zijn die eerste tekenen. Nu kan het echt nog wel een sprongje naar boven geven. En dat, hoeft, dat kan natuurlijk wat zwakte in de crypto betekenen. Maar ik heb daarboven ook nog steeds een andere VIP. Een andere belangrijke VIP, die 4.2 En die oranje hier, dat is weer een VIP van 20 jaar geleden. Die komt hier vandaan, de 0.83. Je hebt dit, dit level gepierced, het kan zomaar nog eventjes daar rustig naar boven gaan. Maar voornamelijk is het, uh, de sterkte is geweest lijkt nu wel. Omdat je die zwa eerste zwakte nu ziet, lijkt die sterkte nu zijn geweest van de dollar. Dus we kunnen wellicht gewoon weer een teken dat we weer wat meer lucht kunnen verwachten. Laten we eens naar die eerste aanvraag gaan. Want op zich moet uh, de bitcoin gewoon duidelijk zijn. Ik kijk ook andere video's van de afgelopen week terug als je dat leuk vindt. Uh, om te kijken wat uh, mijn plannen daarin zijn. Het is allemaal geen financieel advies. Het is jouw geld, jouw leven. Dus jij bent ook degene die op je knopjes drukt. Probeer er dan ook een eigen plan in te hebben. Zodat je nooit vragen hoeft te stellen van: uh, moet ik alles verkopen? Of moet ik nu alles kopen? Probeer gewoon altijd een plan te hebben dat je weet wat je koopt. En waar je verkoopt. Of je dan verkoopt met winst, break even of verlies. Als je dat al van tevoren weet, hoef je die vraag in ieder geval niemand meer te stellen. En Kom je hopelijk al een stuk verder? Ook al is het in het begin natuurlijk een stuk moeilijker. Maar goed, laten we naar de eerste. Ik heb wel, ik, mijn kanaal begint een beetje te lopen op aanvraag. Ik vind het leuk dat jullie allemaal verschillende aanvragen hebben. Zo hebben we een groot beeld van de uh, crypto-markt. Zo heb ik dit zelf ook geleerd met een team uit Amerika. De eerste aanvraag was RSR. En die kwam van. Goeie Jorgen. En Ma Sniper, ook een tijdje geleden. Hartstikke bedankt voor jullie aanvraag. En maar Sniper had er nog eentje. Dat was volgens mij Ufo. Daar komen we hopelijk ook nog eventjes op. Die staat een beetje onder aan mijn lijst. Uh, RSR. Volgens mij Ja, de Bittrex. De Bittrex laat ook wel weer wat geheimtjes zien. En daar wil ik echt veel dieper op ingaan op mijn website. Maar daar hebben jullie helaas wat geduld voor nodig. Want ik ben dit kanaal begonnen omdat ik dit gewoon leuk vond. Uh, eigenlijk in het begin gewoon voor vrienden een beetje updaten en familie. En dat ben ik gewoon heel leuk gaan vinden. Omdat jullie erop vooruit gaan. En dat, ge, uh, dat geeft wel wat energie. Dus vandaar dat ik heel rustig met, ja, eigenlijk die website aan het bouwen ben. Ik wil hier ook een beetje ervaring mee krijgen. Dat ik wel een beetje normaal tegen jullie kan praten. En ook normaal lessen kan geven. Uh, maar daarin wil ik gewoon eigenlijk uh, meermaals meer per week live webinars geven. Waardoor ik eigenlijk gewoon door de hele markt heen ga. Waar mijn mentor ook deed. En daarna achteraf wat vragen. En tussendoor kun je dan ook wat vragen stellen. Maar achteraf wat meer vragen stellen. Of... Kunnen we nog even de diepte daarna erin gaan? Dat wil ik wat meer in mijn website. En dan zal ik ook veel meer loslaten wat ik heb geleerd. Want ik laat al heel veel los. Heel veel gratis en open, bloot ben ik. Maar ik heb nog wel heel veel te vertellen. En dat wil ik gewoon meer in een betaalde dienst laten doen dan, uh, dan gratis. Omdat ik merk gewoon dat de verkeerde gasten ermee aan de aangaan. En ik, ik gun het die gasten gewoon niet. <laughs> dat is heel simpel. Ik gun het, niet, ik gun het de, gewoon alle goede mensen. Gun ik het, maar er zijn mensen die er geld aan willen verdienen. En aan andere mans. Uh, Nee, ik zit er heel even te zoeken. Ik moet gewoon doorgaan met het de, de grafiek. Maar in ieder geval dat jullie daar een beetje uh, mijn ideeën over hebben. Ik, ik, wat ik meestal zeg, ik heb meestal twee sets. Of soms wel drie sets. Want eigenlijk wil ik er hierboven ook nog één. Ik heb er hier even eentje gelaten met twee sets. Zo zie je ook gewoon die uh, duidelijke targets. Reserve rights, RSR. Kom ik dus eigenlijk bij die eerste target. En, en dit zeg maar, die gekke crypto-wik. En ook al dat geheim. Hier heb je een wik. Hij is al één keer eigenlijk tot en met die... Volgens mij was dat een 0.68 geweest. Nee, dat is toch nog niet helemaal gebeurd. Ik, ik had hem meer zo. En dan was het vanuit deze natuurlijk. Ik weet niet meer waar ik hem had. Maar ik, ik, had, ik had hem al voorgewerkt en nu kom ik er weer per ongeluk aan. Dat heb ik net volgens mij ook nog gedaan. Maar in ieder geval, je hebt hier een plek bij die 0.68. Het lijkt wel alsof dit die voorbode is geweest, dat hij daar al is geweest. En ik denk dat ik dit gewoon nog iets moet fine-tunen. Maar goed, daar gaan we later op in. Voor mij was het meer duidelijk te maken met die twee sets. Hier heb je de 0,26 op het grotere plaatje. En hier de 0,382 op, op het kleinere plaatje. En dan zie je dat daarnaast ook die rode moving average, de 200 op de daily, daar heel mooi in samenvloeit. Dus wellicht wordt dit een mooie target. Of in ieder geval een belangrijke plek waar ik winsten zou pakken. En dat ligt een beetje rond die 1,1 dollar cent. Of vanaf de 1 dollar cent. Je bent nu bij de 0,8 dollar cent omdat je weer wat bent gegroeid en dat geeft tekenen dat we misschien een kleine retrace krijgen, kun je wel weer een retrace verwachten hier. Dus dat zijn ook de mooie entries dan weer, als we een mooie retrace krijgen. Daarna heb je de 0,6 en 8, of eigenlijk die 0,382, dus bij die 1.1 zeg. En dan heb je die 0,5 toch wel wat andere coins die wat belangrijker werden bij die 0,5. Maar ik heb het toch in het verleden niet heel veel gezien, ook in de laatste tijd nog niet heel veel gezien dat die 0,5 heel belangrijk is. Als dat significant belangrijker gaat worden, dan wordt dit een belangrijke VIP om mee te nemen in mijn plan en nu hopelijk ook in jullie plannen. Maar daarna heb je de 0.6 en 8 op een kleinere plaatje. Super belangrijke VIP, kijk hoe mooi die precies samenvloeit met die witte VIP-reeks uit het grotere plaatje. De 0.382, ook een hele belangrijke VIP uit, uit die VIP-reeks. En dan heb je die 0.6 en 8 op die grotere reeks en dat ligt hier, eigenlijk bij deze toppen. Dat ligt, dat ligt gewoon deze mooie punten uit. Waardoor je een volle retrace krijgt. Want hier krijg je een retrace waardoor je die bodem breekt. Belangrijke momenten. En ook niet de beste vaak voor een coin. In het kleinere plaatje heb je dan over de 0,68 bij de 1.4 1,5 dollar cent en die 0,786 en die 0,83 op het kleinere plaatje bij de 1, 8, tot 1.8 dollar cent. En op het grotere plaatje die 0,68 op de 2,1 dollar cent en de 2,5 tot de 2,7 dollar cent bij de 0,786 en die 0,83. Ik hoop dat het weer duidelijk is. En hartstikke bedankt dus voor jullie aanvragen. Wel een coin om in de gaten te houden. Ik kreeg hem best wel vaak als aanvraag. Ik zie er veel mensen over praten. Dus wellicht een goede om in de gaten te houden voor in de toekomst. Voor degenen die er nu eigenlijk allemaal in blijven hangen. En blijven volhouden. Die gaan zeker winnen dit soort markten. Dus ik hoop natuurlijk voor iedereen veel succes. En even kijken. CRO is de volgende. CRO die wil ik eigenlijk ook bij Bittrex. Bittrex is weer zo'n, uh, niet een wik. Maar wel allemaal gekke wiks. Hier een gekke wik, hier een gekke wik. En daarna heb ik nu weer deze wik te pakken. Vanuit daar meet ik hem nu ook. En dan krijg ik een hele mooie target. Hier heb je weer zo'n gekke wik. Ik meet hem vanuit daar. Hij probeert een bodem te vinden. En is hier eigenlijk aan het range. En het eerste waar hij in uitbreekt, is die 0,26. Dus hij weet mijn VIP te vinden. Dus omdat ik dat dan weet, dan weet ik in ieder geval... Of krijg ik meer vertrouwen erin dat deze VIP ook gaat werken. En deze ook. En deze wellicht ook, mochten we naar boven gaan om deze wik te vullen. Als we dan naar die targets gaan kijken, ook weer hier. Je laat weer een grote square op achter. Dus bij de uh, bitcoin was dat bij die 20.000 dollar. Hier heb je het dus bij de vanaf de 11 tot de 13 dollar cent. Dus dat is je risico. Laten we gewoon weer even met de percentage gaan. Als je nu koopt, gewoon blind koopt. En niet weet dat je dus al een hele tijd een groeien bent. En nog geen eigenlijk in de laatste paar weken helemaal geen rood hebt gezien in deze coin. Dan is dit je risico: 20%. Even weer naar die 12 dollar cent. Om deze wik te vullen. En wellicht dat we misschien nog even deze bodem moeten testen. Om te kijken of dit wel een goede bodem was. Om iets hoger te kunnen gaan. Maar mochten we dus vanuit hier hoger gaan. Of vanuit deze prijs. Dan heb je die 0,382 bij de 18 dollar cent. Ik toch over een 22%. Doe ik er niet heel snel voor. Maar ik wil liever een eerste target van een 30%. Maar dat krijg je ook als je in bloed hier bijvoorbeeld koopt. Want dan koop je lager, wordt je percentage hoger. Dan. De 0,68 bij de 23, 24 dollar cent, de 56 procent. Kijk, dat zijn leuke dingen. En dan de 27 tot de 28 dollar cent bij die 0,786 en die 0,833. Heb je toch nog over een ruimte vanaf de prijs van nu van 85 procent. En dan meet ik dus nog steeds in die kleine ruimte. Ik kan ook beginnen, of tenminste, ik kan ook verder naar deze wix. Of uh, wellicht nog een kleiner plaatje maken dat we misschien nu al klaar zijn. Maar deze week laten we nu achter. Net als dat je die week toch nog één keer moet testen. of iets, iets doet, in ieder geval om er een beetje uit te komen. verwacht ik eigenlijk ook wel dat de waarschijnlijkheid groter wordt. dat we deze week gaan vullen. En dat hoeft niet helemaal, net zoals je hier ziet en hier. Maar in ieder geval, wij hebben, ik heb in ieder geval een plan. als we daar naartoe gaan, weet ik wat ik moet doen. En ik hoop nu dat jullie ook. En uh, de, deze aanvraag kwam van Abdi. Abdi, hartstikke bedankt elke keer voor het kijken. en je comments, hartstikke bedankt. En natuurlijk weer voor deze aanvraag. Ehm. Uh, ik, ga, ik kom anders wel nu even terug naar je andere aanvraag. Want dit was best wel een aparte. Dat uh, is Magic Craft. En die kan je op Pancake Swap Coin bij. Nee, en niet op Coinbase zijn. Of Spooky Swap. Dus een beetje een interessante coin. Maar ik ben een beetje in gaan werken voor je. Ik vind het uh, niet, niet interessant. Het laatste wat er gebeurt wel. Dit. Dat is super interessant. Maar kijk dit. Ik, ja, ik zal hem heel eventjes gewoon helemaal clean maken. Ik ga hem nu niet weghalen. Eén pump en daarna is je geld helemaal weg. En eh, niet helemaal weg, jawel, het breekt gewoon zoals deze bodem. En daar komt het echt een hele tijd onder. Want je gaat vanaf naar 2020, dus je zit eigenlijk al echt een jaar te dalen. Je blijft bodem naar bodem breken. Nu heb je een keer een push omhoog. En dat is wellicht om hier wat goed te maken. Het enige wat ik hier kan vinden, tenminste ik kon het niet eens heel erg vinden, is dat je wellicht hier een plekje hebt. Maar het ziet er best clean uit. Het gaat heen en weer, heen en weer. Ik zit nu op een daily, of op een 4 uur. Het gaat best wel clean naar beneden, behalve hier. En daarom wil ik ook vanuit daar, omdat we daar niet meer zijn teruggekomen, wil ik vanuit daar mijn, mijn vips uh, trekken. En dan zie je ook, als ik hem vanuit daar, gewoon vanuit die wik trek, dat je gelijk je eerste target had kunnen hebben. Dus je bent keihard aan het dalen, en als je deze bijvoorbeeld als Abdi in de gaten had gehouden, had je dus eigenlijk vanaf begin juni tot en met Eind juli de tijd om een positie te vergaren. Zo lang heb je de tijd gehad om hierin te kunnen gaan en dan wat te kunnen doen. En dan raakt het in één keer, springt het weg. Nou, je ziet dat omdat het zo'n gekke coin is en zo snel groeit, gaat het keihard door VIPS heen. Het kon ook gewoon in één keer gaan. Maar je ziet al, je springt in één keer weg en die eerste goede reactie krijg je op die 0.2.6. Je pierst het level, goede reactie, daarna door naar die volgende. Je pierst weer vol het level. Meteen eigenlijk door naar die 0.5, maar weer een reactie op die 0.2, die 6. Je ziet gewoon dat de resistance hier komen. Dan ga je gelijk door. Je pierst een aantal keer gewoon nu die 0.6 en 8. Eigenlijk tekenen dat we verder, veel verder omhoog willen gaan. Als je zo vaak die bovenkant wilt testen, of wellicht dat we nu die 0.786 al hebben geraakt. Of dat je nu gewoon al helemaal klaar bent. Dus dat het nu niet meer hoger kan. Het probeert het wel, maar het lukt gewoon niet meer. En dat is heel logisch, want je bent in die afgelopen weken, of eigenlijk in de, in de maand augustus, BNN 550% gestegen. Niet een gezonde groei met een, uh, een high en higher low, een higher high, high en higher low. Nee, gewoon in één pump omhoog. Want ook al zit er hier wel wat resistance, dit is gewoon in één pump omhoog. En een unstable move geeft vaak 80 tot 100% terug. Dus ik wacht het liefst gewoon weer met mijn geld hier. Een beetje bij die tiende van een cent of een tiende van een cent. Uh, daarnaast heb je hier een square. Ik denk dat de, dat je eerste levels wordt. Maar het kan ook gewoon dat dit echt de bodem is geweest. Dus dat we wellicht naar targets moeten gaan kijken. Iets hogere targets. Hier spring je weg. En daar raak je nu de top. Het kan echt nog veel verder springen. Dat is het gekke van crypto. En dat valt gewoon niet te voorspellen. Ik, ik ga straks wel die iets grotere targets laten zien. Maar het liever laat ik die niet zien. Omdat je dus nu al een, uh, 550% ben gestegen. Dus dan is je risico. Daarom zeggen wij bij het vaak hier. Hier neem je veel risico ervan af en haal je dus ook je geld eruit omdat je dit als risico hebt 70%. Maar goed, wat ik net heb gedaan, is die retracement fib om te kijken waar ik zou kopen. Het valt niet echt heel mooi op levels waar ik het zou willen hebben, bij deze square, die 0,60. Maar het valt wel weer super mooi bij deze top. Dus op zich kan dit werken. Het liefst wil je bij deze coin hier dat support houden. Bij die 0, uh, ja, een, halve, een halve dollarcent. Daarna is het eigenlijk nog liever helemaal gewoon beneden. Maar ja, wat ik al zei, van, ik ben hier niet een fan van. Laat deze prijs maar helemaal naar me toe komen, dan ga ik wat doen. Voor Abdi, mocht je wat verder groeien, ga verder. Uh, ik denk dat dit, dit het is geweest. Dat, dat is mijn vermoeden. Maar ik ken crypto ook dat het gewoon door kan blijven gaan. En uh, misschien dat het daar blijft hangen en ooit weer verder gaat groeien. Andere grote plaatjes is deze. En kijk hoe mooi dit ook weer werkt. Deze werkt denk ik nog beter dan die andere. Als ik dan ook iets dieper ga, dan zie je dat je exact hem raakt. En hier ook weer, hier pierce in het level, maar daarna raak je weer exact. Het is echt een wat grafiek. Daarna raak je eigenlijk weer van het hier, val je dan. Daarna raak je eigenlijk weer exact en een beetje pierce die 0,6 en 8. Als ik dan naar de volgende levels ga kijken, is het die 1,3 tot de 1,4 dollar cent. En dat is precies bij deze top hier. En gaan we, ga je dan echt veel hoger met de echt gek, allergekste crypto-punt? Wat ik niet echt uh, denk. Kun je hem altijd verleggen naar hier waarschijnlijk. Uh, in ieder geval heel veel succes. Oud, toch wel leuk om deze er even uit te halen. Maar voor, ja, ik denk als je hierin zit, heb je heel veel succes. Voor mij verwacht ik het liefst weer dat hij uh, vanuit de prijs van nu een drop maakt van in ieder geval 35% en het liefst nog meer. Het liefst zie ik hem echt nog een keer 60% naar beneden gaan. Voordat ik in ieder geval wat kan proberen met een onder. Een andere aanvraag die ik kreeg: die kreeg ik van Katrijn en Matthijs. Volgens mij kwam dat van Facebook. Er was een Koti. En Koti vind ik altijd wel leuk om mee te nemen. Uh, ook omdat die er gewoon wel mooi uitzag. En die, die lijkt wel ook wel een beetje een bodem te krijgen. Als je ook de Bitcoin-kant erbij krijgt, pakt. Ik ga even naar Daily. Dit is voor de toekomst. Bij de Bitcoin-kant ja, Bitcoin zie ik wel wat meer minder leuke dingen. Want je breekt die, die, die trend, die trendlijn waar je de supporten vindt. En eigenlijk zoek je nu een beetje die retest om die break te retest en verder naar beneden te groeien in mijn ogen. Maar er zit hier nog wel een ruimte, want ik kan hem vanuit hier trekken. Maar in principe valt Cody eigenlijk ook vanuit daar. Dus het kan zomaar een gekke uh, pump krijgen hier naartoe. Hè? Die 0,382 zou ik als te geven. En we kijken ook weer hoe belangrijk die gele 0,382 is. Als ik dan naar links kijk, je springt er naartoe, weer bij de level bij 0.382, volle resistance. Je springt er naartoe en je gaat iets verder. Mensen voor de gek houden, die UK direct move noemden wij dit. Die U. Maar dan ga je dus iets verder, maar daarna weer goede resistance. Je gaat, zoekt er weer op, weer goede resistance. zoekt er weer op, goede resistance. En zodoende zie je ook weer op de weg terug. Je valt als eerste naar beneden. Je pierst het vol dat level. Maar je vindt daar wel het support om deze move te maken. Dus die uh, 7400 setoosjes zou mijn uiterste target zijn. Even kijken, gewoon veel mensen kijken toch meer naar de dollar. Als ik naar de dollar ga kijken, kom ik nu bij mijn eerste target. Als ik het vanuit het grotere plaatje. Dit is het grotere plaatje weer. En dat kan best wel ook vanuit deze week zijn. Maar ja, dit is, dit, is, dit is het zoeken, want hier zit je eigenlijk nog een beetje in het kleine plaatje. Dan zit je nog hier. Want hier heb je die beervlek, wil je lager, kom je niet lager. Dus dat betekent dat je hier wel wat support vindt en structuur aan het maken bent om ergens uit te groeien. Dan groeien je als eerste naar die 02.6, reactie erop, weer er naartoe groeien, weer reactie piercen. En nu breek je het level, je test het level, die breakout, en wil eigenlijk, kan eigenlijk gewoon verder gaan. In het kleinere plaatje heb je dan die 13-14 dollarcenten. 13,5 dollar cent staat er. En dan die 0,68, waar je hier ook die basis precies weer vindt, de super mooi level wat weer uitgelegd wordt door Fibonacci, is de 16,9 of de 17 dollar cent. En dan wellicht een pushje winnen naar die 0,2 uh, of de 20 dollar cent. Het risico zit weer onder je. Het liefst hou je dit support een beetje boven die 9,8 dollar cent. En mocht je dan verder groeien, dan kun je deze eigenlijk naar boven. Want vanuit hier begin je echt die down move. En daarom zeg ik ook, je bent nu bij die eerste target op het iets grotere plaatje. Want het is bij die 13-dollar-cent, wat je net ook zag, die 13,5. Maar dan heb je de 0,382 op 16, wat net een beetje die 17-dollar-cent was. En dan de 0,68 weer bij die 20-21-dollar-cent. En dan heb je een hogere target van 24-25-dollar-cent. Bij die 0,786. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. Uh, je risico, ik wil het toch al even Ik vergeet toch bij een wel van coins. Je risico zit als daar, dus een retrace. Je ziet overal wel die retrace ongeveer van 20%. Dus als we een retrace krijgen, zou dat niet eens zo heel erg zijn. Dat mag best die 20%, het is niet leuk, maar dan is het eigenlijk weer de onderkant testen of daar wel genoeg support zit. In ieder geval, veel succes. Katrine en Matthijs, hartstikke bedankt. Ik weet niet wie van de twee aan had gevraagd, maar in ieder geval bedankt. En de andere die ik kreeg aangevraagd, en die ik eigenlijk ook weer vaker naar voren moet halen, omdat we nu een beetje aan het uitbodemen zijn is natuurlijk ADA. en Die kreeg ik van Liwa. Hartstikke bedankt Liwa voor je aanvraag. Hier zie je eigenlijk het grote plaatje. Het grotere plaatje haalt houdt, houdt eigenlijk andere, of tenminste toch steeds hetzelfde levels, van het kleinere plaatje, maar het houdt gewoon wat belangrijke levels eruit. Dan heb je die 80 dollar cent, waar je in de kleine levels nog een 90 dollar cent ertussen hebt. En dan heb je die 0.382, weer bij een uh, 1 dollar, ja, zeg even tussen de 1 en de 1 dollar en dan die 0,86, de 1,43, 1,44. Maar kijk even hoe mooi dat level eruit wordt gehaald. Uh, hoe kan ik dat mooi, ook oh, wel weer met een box. Dus je hebt hier dat stuk waar je dat support en de structuur maakt om die alter te maken. Je ziet het, je springt erin, je valt weer terug, je springt, je valt weer terug, je springt, je valt weer terug, en eindelijk kom je eruit. Je lukt toch nog niet echt, dus daar val je in één keer weer. en vind je weer de support op het level en daarna spring je weer je komt weer een beetje uit maar je valt weer op het level zoek weer die bovenkant van die box op weer dat level en daarna weer de bovenkant van die box om die niet al te te maken en dat zit precies dus in die levels van die 0,382 en die 0,68 dus dat bevestigt maar weer dat die levels super belangrijk worden mochten we hoger gaan. Alsnog heb ik die targets naar beneden waar ik wil investeren in aarde omdat ik aarde goede coin vind. Wil ik meer investeren hier beneden. Dus hier ben ik nog steeds een beetje aan het, hier ben ik nog steeds aan het traden en nog niet echt aan het investeren. Mocht het hier naar boven groeien en hier naar beneden gaan en toch nog hier dat power en het support en de structuur maken, dan begin ik me om te, om te draaien en wellicht hier op dit soort levels te gaan investeren. Maar alsnog zie ik in heel veel uh, crypto nog veel risico's zitten daaronder. Daardoor wacht ik eigenlijk op mijn grote geld daar beneden. Maar voor nu genoeg wel leuke dingen om te treden, want de percentages zijn leuker. Die grotere targets, als je het bij ADA hebt over grotere targets, en omdat ADA dus niet echt heel veel leeft, als je erin zit schiet het niet echt op, maar daardoor is het risico, blijft het risico ook wel een beetje laag. Want hier gewoon die onderkant van die uh, bodemtest is 20%, wat ik je net ook elke keer liet zien, bij die andere coins die wel wat verder waren gegroeid, en waar de square op 20% was. Dus ADA heeft gewoon wat minder risico onder zich. ADA heeft het hier over die andere bodem, die vorige bodem, uh, of je vorige low van 8,9%. 8, Als je dan naar die volgende target gaat vanaf de prijs van nu, heb je het over 50%. Super mooi. Andere target, waar, waarom ik die belangrijker vind, heb ik net uitgelegd. Die 1 dollar is 90%. En wellicht dat je dan hier tot die 1,44 dollar. En misschien nog iets gekker hier naartoe. Maar dan heb je het over ruimtes van 173% tot en met 250%. Heel veel succes, lieve En de andere aanvraag die je had was GRT. GRT vind ik ook nog wel leuker. En volgens mij hadden we die op Binance. Nee. Hier hadden we die. Hier eigenlijk ook best wel een mooi level waar je support houdt. Het liefst wil je hem niet lager zien gaan. Kijken we meteen ook even naar het risico hier, omdat dat nog vers in het geheugen zit. Als je dan. Vanaf de prijs van nu, dan zie je hier die candle. Die candle waar je niet meer op terugkomt. En dat is toch wel 30, 20, 30 procent. Zeggen 25%. procent. Dus dat is, dat is het risico voor GRT. Als ik dan ga kijken naar targets. Ook weer die grotere targets heb ik hier gelaten. Die kleinere targets, die kun je nog steeds houden. Dat kan je beginnen hier. Uh, die allerkleinste komen vanuit hier. Misschien wel deze week. En dan zie je dat je bij die kleine targets nu ook daar bent. Dat ik ook in de laatste video's van heel veel video's heb naar voren gebruikt. Maar het is toch verstandig om wel iets verder te gaan kijken naar die grotere targets. Die kleinere targets die maak ik meer omdat je daar tussendoor niet echt een mooie fitbreaks had. Waardoor je, je winsten kon pakken. En waardoor je dus ook wat kon doen. Anders sta je eigenlijk wat meer stil. En op zich is het niet uh, erg om stil te staan. Maar als je dan wat wil doen, dan wil je de markt zien bewegen. En dan wil je hem bewe zien bewegen hier naartoe. En omdat we dus onder die, al die moving averages zitten, waar je hier dus ook de hele tijd onder komt. En waar je dus heel veel moeite mee hebt en moet doorheen werken. Om naar boven te komen, kan het ook daar reacties op geven. Maar goed, als ik dan die grotere targets, iets grotere targets ga kijken, dan gaat die tot die 18,7 dollar cent, tot de 25 dollar cent, en dan blijven we nog steeds in die grote down move. Want op zich blijf, eh, ben je nu een beetje uit die kleine move of tenminste uit deze move aan het kruipen. Maar die grote, die grote resistentielijn heb je nog niet gebroken. Alsnog heb je hier dus hele mooie posities die je kan vergaren. Hier denk ik wel wat meer aan, uh, aan investeren. Maar dan heb je dit stuk. Hier laat je een heel stuk achter. Dus dat is meteen het risico. Dus die, dat grotere plaatje dat wil ik wat meer vanuit hier trekken. Ik probeer hem even te zoeken. Dan heb je hier ook weer die basis. Dan heb je die op de 2,6 een mooie plek. En dan heb je het over een 32-dollar cent en een 46-dollar cent. En wellicht dus een pushje weer naar hier naartoe, naar die 70 tot de 88-dollar cent. Maar laat deze maar eerst eens een beetje breken en wat meer power zien. En wellicht dat we dat ook wel kunnen zien. En ons, mijn uiterste taak voor de toekomst is hier. Dat is toch wel een leuke plaatje voor de toekomst. 1,85 dollar. Um, het gaat best netjes, zijn er weer. Je ziet ook tussendoor gewoon wat georganiseerd geld erin. Dus wellicht dat het ook in de toekomst ja, een coin wordt die we in de gaten kunnen houden. Omdat het ook wel mooie moves laat zien. Lieve, weer heel veel succes hiermee. En ik zie dat ik er eigenlijk helemaal. Tenminste, ik, ja, ik ben al bij in 20 minuten, dus ik wil er een beetje mee stoppen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Ook voor de aanvragen natuurlijk. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Vergeet niet te abonneren en ook niet de video te liken. Daar helpen jullie mij een beetje mee. En zodoende hoop ik dat we wat verder komen. Ik heb volgende week wat leuke nieuwtjes wat ik jullie kan geven. En ik hoop dat jullie me daardoor ook blijven volgen. Vergeet ook niet de social media van Boels en Beers, en TikTok, en Twitter, en Facebook en, en Instagram te volgen. Zodoende kunnen we elkaar alleen maar helpen en in de toekomst gewoon goud geld gaan verdienen. Hartstikke bedankt. Adios en alvast een goed weekend.